werk over de periode 1912-1965 voltooid. Mm-hmm. Toen het boeken verschenen, heb ik ze gekocht en met rode oortjes gelezen. Prachtige boeken. Op een van de honderden blaadjes met aantekeningen noteerde Toonder in dit verband een uitspraak van Scholl. Een uitspraak over de autobiografie. En die moeten we onthouden. Het enige leesbare van een autobiografie is de kindertijd en de adolescentie van de schrijver. Volwassen levens zijn allemaal hetzelfde. En daar zat ik dus mee, want hij stopt in 1965 en leeft dan nog 40 jaar. Daar heb ik dus over mogen schrijven. Over die saaie situatie. Maar het was natuurlijk niet saai. En hij schreef deze uitspraak natuurlijk ver na zijn adolescentie. Want toen de autobiografie verscheen was hij al 53 jaar. Maar wellicht wilde hij voldoen aan de tekst van zijn wapenspreuk, ken u zelf. Er was de drang om zijn eigen levensloop verder uit te diepen, verdwenen. Het is overigens nog maar de vraag of hij tot een echte uitdieping is gekomen. Iedereen, zo leren wij uit Tom Poes en de Plamoen, die tot volledige zelfinkeer komt, maakt kennis met de vrijwel onbekende. En dat kan heel schokkend zijn. Blijft een andere vraag. Wat is de betekenis van Toonders memoires voor de biograaf? Toonders geeft dan wel zijn herinneringen op, maar daarmee is lang niet alles over zijn werk en leven gezegd. En dan verzwijger ik nog maar het verdraaien van de feiten. Een romanschrijver met wie ik een autobiograaf zou willen vergelijken, heeft daar het recht toe. Dichters liegen de waarheid. Toonder loog de waarheid op een schitterende manier. Ik zie de inhoud van de autobiografie soms als aanvullend of verhelderend voor mijn verhaal. En Toonder relativeerde het belang van memoires zelf in februari 1988, toen hij in een vraaggesprek in het blad Bulletin zei: er is niets zo vervelend als een autobiografie. Als je daar geen fictie van maakt, is het niks. Nou, ik hoop dat ik u met mijn boek een goed verhaal toch gegeven te hebben, ondanks het feit dat ik de waarheid minder geweld heb aangedaan. Er stond geen geweld op aangedaan, maar ik ga dat een beetje nuanceren. Dan wordt het spannend om het te lezen. Ik zou nu tientallen mensen moeten bedanken die alle in het boek worden genoemd. Ik beperk mij tot Suzanne Holtzer van mijn uitgeverij De Bezige Bij. Zij vond het nodig dat ik de biografie van Loutje Bert, waar ik mee bezig was, onderbrak. Omdat het 2012 het 100 jaar geleden was dat Toonder werd geboren. En met volledige instemming van de weduwe van Loutje Bert heb ik dat kunnen doen. Toonder Zoon IJssel bedank ik voor het geduldig antwoorden van mijn vragen. Hij wilde aanvankelijk geen interview. En ik ben daar achteraf heel erg blij om. Want dankzij de e-mail kon ik hem bijna elke dag een vraag stellen. En hij beantwoordde die vragen zeer uitvoerig. Hij is hier niet. Hij is, als ik dat mag zeggen, van de familie doof aan het worden. En voelt zich sociaal niet thuis in gezelschappen. Of is hij er wel? Willem? Nee, is niet. Oké, gelukkig. Daar heb ik al iets stoms gezegd. Maar hij had het niet gehoord. Nee. Ik bedank serieus Seth Gijkema, vriend van Martin Toonder, met wie hij een Gronings verleden deelde. Seth was mijn geestelijke klankbord en is dat nog steeds. Ik bedank de Toonder Compagnie in de persoon van Willem Veldkamp en de Stichting Toonder Auteursrecht in de personen van Milou en Erwin Toonder. En Erwin bedank ik heel bijzonder omdat hij uit de krochten van een afschuwelijk werkterrein in Zoetermeer dozen van zijn opa met materiaal heeft gehaald en bij mij thuis heeft gebracht. Ik was een verwende biograaf. Ik kon thuis vaak werken dankzij zijn kracht. Ja, hij is ook rugbyspeler, dus hij kon die doos ook dragen. Het was een soort training voor hem. Ik bedank de medewerkers van het Letterkunde Museum, een instelling die door barbaarse onzakelijke bezuinigingen is getroffen. In dat verband nog even een uitspraak van Maarten Ascher in het laatste nummer
van de gids onder de titel Red het Rijksmuseum voor Letterkunde. Nou ja, hij kan nu naar zijn vriendje toe. Hoe heet hij? Samson, geloof ik, van de Partij van de Arbeid. En daar in de onderhandelingen deze barbaarse maatregelen laten terugdraaien. Gelooft u het? Mijn grootste dank gaat uit naar Tera, mijn vrouw, Tera Kopster, Koppens. Ja, ik zeg altijd Tera, ze. Tera Koppens, schrijfster, en ook mijn vrouw dus, voor haar voorbeeld van geïnspireerd en gedisciplineerd schrijven. Maar, wie ga ik nog meer bedanken? Mijn leescomité. Het leescomité bestond uit 3 mannen die nu mijn vrienden zijn. Een soort kleine club. En het is wel heerlijk om op zo'n late leeftijd nog vrienden te kunnen maken. De eerste die ik noem is Gert Vaken, die ik benaderde als kenner van het leven en werk van Hans Kresse, de stripkunstenaar die een grote rol in de biografie speelt. Gert Vaken ontpopte zich tot een voorbeeldige en zeer oorspronkelijke, strijdlustige, taalgevoelige editor en hij was mijn steun in soms heel moeilijke tijden. Het leven van een biograaf gaat niet altijd over rozen. Ik zie sowieso al 2 biografen in de zaal. Jan van der Vecht heb ik al gezien. En de prachtige biograaf van Bolmans zag ik. Die steun kreeg ik ook van de grootste stripkenner en stripverzamelaar in ons staatgebied, Hans Matla. Ik zou in navolging van Maarten Asje willen roepen, Nederland, let op uw zaak, red de unieke stripcollectie van Matla. Hans heeft mij behoed voor fouten op het gebied van stripinformatie, maar deed meer dan dat. Zijn ziel en zaligheid heeft hij voor de versterking van mijn teksten overgehad, terwijl hij zelf in een strijd om te overleven gewikkeld was. En de laatste van het leescomité is Paul Helman, schrijver, journalist, Rotterdammer, en van kort na de bevrijding in 1945 pleegzoon van Marten Toonde. Hij was mijn ooggetuige van het leven en werk van Marten en Fini. En ik had mij geen betere lezer van mijn biografie kunnen wensen. Ik ben hem en zijn vrouw Wenda dan ook dankbaar voor de talrijke uren die ik met jullie heb mogen doorbrengen om tafels vol papieren en foto's en prachtige lunches. Paul zei altijd, kom weer, want dan maakt mijn vrouw een mooie lunch. Aan Paul Helman wil ik daarom ook het eerste exemplaar van mijn Toonde biografie geven. Fantastische eer om het eerste exemplaar te mogen krijgen van dit boek over Fini en Marten. En let wel, ik zeg inderdaad in deze volgorde over Fini en Marten. Want toen ik bij zijn huis kwam, een mooie dag in december 1947, 2,5 jaar na het einde van de oorlog, toen merkte ik al gauw dat Fini toch stil was, waar het allemaal om draait. Huis aan de aankomst, het huis aan de aankomst. De gang van zaken in huis in goede banen leidde. Martin, die verkeerde eigenlijk dichtbij, maar ook onbereikbaar voor in zijn eigen wereld. Bij de hele dag bracht hij door, dat hebben we net al gehoord van Wim Hazeu, in zijn werkkamer, een grote, op het noorden gelegen ruimte, waar je eigenlijk niets te zoeken had. Als je daar, hij hoorde daar niet thuis, een hele enkele keer kwam je daar maar binnen om een kopje thee te brengen of zo. En dan zag je hem daar in de verte zitten, in een grijze mist van sigarettenrook, gebogen achter zijn schrijftafel. Maar hij zat dus in zijn werkkamer, maar Fini zat in de woonkamer. En die was daar altijd bereikbaar, ze had haar eigen werkzaamheden.
Maar ze was altijd in voor een praatje. En als alles mee zat, zelfs voor een dansje. En dan deed ze even de Charleston. Dat een herinnering aan de mooie jaren die zij als opgroeiend meisje met Marten in Rotterdam had gehad. Dat waren hele vrolijke jaren waar ze heel graag over praatte. Aan haar was het dan ook voor een groot deel te danken dat ik me daar in Bussum al meteen eigenlijk thuis voelde. En dat ik daar aan een mooie nieuwe fase van mijn leven begon. Maar dat gevoel kwam toch ook, dat mag ook wel eens een keer gezegd worden, door IJzo. Die was toen 11 jaar, ik was net een jaartje ouder. En die vond het blijkbaar heel normaal en volkomen acceptabel om daar zomaar een iets oudere broer te krijgen. En dat heeft mij natuurlijk ook enorm geholpen. Fini was dus een middelpunt, maar zoals iedereen weet, Fini en Marten vormden een hechte twee-eenheid. Dus het waren echt Fini en Marten samen die een stempel op mijn leven hebben gedrukt. En de gevolgen daarvan, die merk ik nog eigenlijk elke dag. In de manier van denken, van bepaalde opvattingen, van kijken, maar vooral ook in de manier van praten en schrijven. Het gebruik van bepaalde woorden en het niet gebruiken van andere woorden, dat soort dingen, die merk je wel altijd. Soms is dat een kleine last, maar toch verder een heel groot voorrecht. En nu is dan dit prachtige boek, zo te zien. En als ik het wel heb, gaat het niet alleen maar over Fini en Marten, maar over allen die van hun wereld deel uitmaakten. En dat zijn er heel wat geweest. En ook over de mensen, de vele mensen die aan hun oeuvre hebben meegewerkt. Dan zijn er ook heel wat geweest. En dat waren mensen die vaak in de schaduw stonden. Veel te lang misschien, maar dankzij dit boek komt daar nu alsnog misschien een eind aan. Dit is al een huzarenstuk van Wim Hazeu. Hij heeft er jaren van zijn leven aan gespendeerd. Een deel daarvan hebben wij uit de verte kunnen meemaken. En ik heb zo'n gevoel dat hij misschien wel 1 of 2 maal op het punt stond om de moed op te geven. Maar dat hij dat niet heeft gedaan, is toch nog wel een felicitatie waard. Hartelijk dank. Officiële gedeelte. Ik heb, zoals al voor gewaarschuwd, nog wat zakelijke mededelingen. Eerst wil ik, voordat ik daar aan begin, nog even wijzen op onze bommelactiviteiten. Hou onze website in de gaten, www.letterkundemuseum.nl. Daarin staan verschillende activiteiten genoemd. Wim Hazeu komt verschillende keren een lezing houden, maar we hebben ook een heuse bommelproeverij in samenwerking met Johannes van Dam. Dat wordt iets fantastisch, ik zou je echt snel opgeven, want dat zit natuurlijk heel snel barstens vol. Niet onbelangrijk, zo dadelijk, is er zijn wat boeken omhoog gehouden, die wilt u allemaal hebben natuurlijk, dat kan ik mij voorstellen. Niet allemaal tegelijk, 1 voor 1. We hebben inderdaad de biografie, het schrijversprentenboek, de tekeningen van Erik de Graaf en Bovenbazen. Die kunt u allemaal aanschaffen bij de museumwinkel of bij de tafel vlak daarbij. Wim Hazeu en Erik de Graaf die, zijn bereid om te signeren. En dat doen zij in de foyer van het museum. Die bevindt zich op de begane grond. De expositie bevindt zich op de tweede verdieping. En u kunt uiteraard de tentoonstelling niet bezoeken met een glas wijn. Dus u moet eerst even kiezen. Ga je eens kijken of eens drinken of andersom. Je ziet dat het zo wie de meeste belangstelling hebben voor wat. Dan is het altijd ontzettend moeilijk uit te leggen hoe je van hier naar daar komt. Maar daar heb ik altijd een eenvoudig woord voor. U kunt vandaag, dat moet u niet altijd doen, maar vandaag mij volgen en dan komt alles goed. Ah. Ja, dan.